Welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag een Albert Heijn boodschappenshoplog. Het is net bezorgd. Het is nog niet eens 9 uur in de ochtend, dus lekker op tijd. En ik ga laten zien wat ik heb besteld. Het was even geleden. Normaal deed ik dit wekelijks bijna. Maar de tijd de dagen zaten steeds heel snel vol. Maar ik had een plekje. En dit alles bij elkaar was ongeveer 72 euro. Ik begin met een tasje van de diepvries, een doosje marsijsjes, ovenfrikandellen, bloemkoolroosjes en broccoliroosjes. Dat is altijd wel handig om op voorraad te hebben in de vriezer. En een zak met ijsblokjes. Normaal maak ik dat zelf, maar ik zag het nu staan. Zo'n hele grote zak van 75 cent. Ik dacht, oh, dat is ook wel handig. Dan het eerste deel van de koelkasttas. Natuurlijk de Amolf hoekjes. Deze is zo lekker. Het is alleen belachelijk duur, zo'n klein bakje. Maar goed, soms mag dat wel. Sterre, die is ziek. Ze heeft corona. Ik zit ook in quarantaine. En ze had gevraagd ons weekend van... Mama, als je toch bestelt, wil je dan ook crème brûlée bestellen? Op zo'n hele zielige toon dat ik dacht, oké, doen we die er ook bij. Kipfilet als beleg. En falafelballetjes. Ik ga vanavond een soort bami maken. Of de mie in ieder geval. Ik weet niet hoe dat precies heet. Het is gewoon een rommelpotje. Ik doe falafel met mie. En roerbakgroenten. En een klein beetje satésaus. En dan in een wok. En dat smaakt vast wel lekker. Dus ook de roerbakgroenten. En een zakje ijsbergsla voor een salade te maken van de week. En halfvolle melk. Een klein pakje. Want... ik had Amerikaanse pannenkoeken, zo'n pakje gekocht, vorig weekend. Maar er moeten eieren bij en melk. Eieren had ik nog wel, maar melk niet. En voor de rest drinken we het niet, dus ik heb maar een klein pakje gedaan. En het volgende deel, een pakje kaas. Jongbelegen. En toen zag ik deze van Beemster. En ik dacht, oh, nou, dat heb ik fout gedaan. Dat gebeurt ook wel eens. Maar deze staat gratis bij de bestelling. Dus dat is wel leuk. Lekker, weet je. Het wordt gebruikt voor Roy na zijn werk en tosties en zo. Dan heb ik twee pakjes. Die andere zitten nog in, maar ik laat het nu vast zien. Kalkoen bacon. Schnitzels. Gepaneerde schnitzels was 1 plus 1 gratis. Dus deze voor deze week. En die gaat in de vriezer voor, later deze maand ergens. Een kilo gehakt, die is voor vanavond. Een deel gaat in de vriezer en een deel is voor vanavond. En gerookte zalm, dat is voor, voor de bagels. Ik heb bagels besteld en roomkaas als lunch, zeg maar, voor Sterre en mij. Aangezien we nou toch in quarantaine thuis zitten, moet je het een beetje gezellig maken. Op naar het volgende gedeelte, gember voor gemberthee. Ik denk dat dit met honing heel erg lekker is voor mijn keel op het moment. Een bakje roomkaas light. Dit is voor de bagels met zalm en ook nog vast wel voor andere dingen. Granaatappelpitjes, een bakje aardbeien. Ik wilde eigenlijk een groot bakje aardbeien, maar die waren al over de 5 euro. Dat ik echt nog echt niet. Daar ga ik er niet voor betalen op het moment. Dus een klein bakje van €1,50. En een bakje mango stukjes. Dan heb ik een skinny latte van Starbucks voor mij straks. En een ijskaramel latte van Douwe Egberts voor Sterren. En nog een bakje Optimal. Wat is dit? Griekse stijl, yoghurt, kwark, weet ik hoe het heet. In de smaak kers. En nog meer boodschappen. We zijn bijna klaar. Voordat ik dit verder laat zien, wil ik wel even zeggen dat dit opvulboodschappen zijn. Dus niet de standaard weekboodschappen. Maar nu we in quarantaine zitten, zo is het wel handig om een voorraadje te hebben. Wat extra groente en fruit en dat soort dingen. En de vriezer een beetje vol te douwen voor als er nog een keer iets nodig is of wat dan ook. Het is af en toe wel makkelijk, zeg maar, dat het thuis bezorgd wordt. De mini-nestjes voor vanavond. Hier doen we me echt 2 of 3 keer mee. Dus vind ik wel handig ook. Een netje avocado's. Paprika's. Ik ben heel blij dat er geen groene tussen zit. Dus een triootje paprika's. De bagels, waar ik het al een paar keer in deze video over heb gehad. En ik doe hem dan zeg maar door de helft. Dit is voor van de week een keertje. En deze is voor vanmiddag. Een heel wit. Roma tomaatjes. Dit vind ik dus momenteel heel erg lekker. Tomaat met avocado op een geroosterd broodje. En een doosje eieren. En de laatste items. En ik heb zelfs dit keer, want normaal gooi ik dan de boodschappen achter. Maar ruim ik het op na het filmen.
En nu heb ik het tijdens het filmen opgeruimd. Dus alles is al netjes. Dus ja, dat ga ik voortaan vaker doen. Wegwerpschermesjes. Een grote fles sweet chili saus. Ik kocht altijd een, kleine, maar, een klein flesje. Maar sinds mijn vriend de dochter dit ook lekker vinden, de grote. Ricola lemon mint. En er zitten 2 doosjes in. En wat is dit ook achterlijk duur. Maar dit is de enige die Sterre lekker vindt. En ja, als ze ziek is zoals nu, dan koop ik dat soort dingen. Een klein bakje pindasaus voor bij de mie vanavond. Dat doe ik gewoon in de pan. En dan, ja, een hutseltje maak ik ervan. Een fles dikke bleek eucalyptus. En een fles spray allesreiniger. Zoals ik net al zei, hoef ik alleen nog maar dit klein beetje op te ruimen. Dus dat is wel chill. En ik kan toch de deur niet uit. Dus ik hoef voorlopig niks meer te halen. Er is genoeg in huis. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende video.